Dus Rogier, wat kan er allemaal mis zijn met een hals? Oké, nou, de hals is best wel een onderwerp waar veel mis mee kan gaan. Ik moet heel eerlijk zijn, jij bent gewoon jong en het ziet er eigenlijk allemaal hartstikke netjes uit. Misschien ben je wel iemand die dan ook toch denkt, net zoals ik hoor, oh, dit wordt wat minder, ja, et cetera. Maar het ziet er allemaal hartstikke goed uit. Je hebt een hartstikke mooie kaaklijn, dus ik zou helemaal niks aan doen. Maar wat er mis kan gaan, is wel echt een voor mensen die rond de 40 naar de 50, 60, die gaan echt zich daar heel erg aan storen. Nou, wat zie je dan? Nou, één is dat kalkoende nekje. Je ziet dan die strengen hier. Mm-hmm. Je ziet dat er opeens van die hele diepe horizontale lijnen beginnen te komen. Je ziet dat het opeens ook dit zo gaat hangen. Je ziet dat opeens als dat mensen zo gaan doen, dat het allemaal gaat frommelen. Oh. Dus dat is best wel heel veel. En na een tijdje denken mensen echt zo van hier, ja, vind ik niet meer mooi, hier wil ik iets mee. Hier wil ik iets mee. En wat kunnen ze doen dan? Wat zijn de mogelijkheden? Nou ja, zoals ik al zei, omdat er heel veel elementen zijn van die verouderde hals, zijn er ook heel veel mogelijkheden. Nou, laten we even gewoon ze allemaal afgaan. Eén is de horizontale lijnen. Horizontale lijnen zijn uitstekend te behandelen met een filler. Pelotero Profilio. Ja? Filler. Ja. Tweede is deze strengen. Die zijn op zich ook goed te behandelen. Zeker als ze net beginnen met bijvoorbeeld botox. Ja. Derde is het hangende. Dus die hoofd dat een beetje verfrommeld is. Dat is heel goed te behandelen met Profilio of Belotero of een ander soort filler. Ja? Filler ook, Nou, en dan heb je nog dat het heel erg slap is. Dan kan je eigenlijk met al die andere behandelingen zorgt er voor dat je huid wat dikker wordt. Dus dat wordt al minder. Je kunt dat gedeeltelijk met een filler hier aan de kaaklijn en hier kan je dat zo optrekken. Okay. Ja. Maar je kunt dan ook weer met bijvoorbeeld de soft silhouette soft. We gaan daar allemaal over hebben. Het zijn allemaal termen die jou niks zeggen, dat weet ik. En de kijkers waarschijnlijk ook. Maar die kunnen we allemaal gewoon vinden, ook op de website. Maar daarmee kan je, dat zijn draden. En die draden kunnen we optrekken. Nou, ja. Dat gaat vanuit deze kant, zo. Maar je kunt het ook zo doen. Nou, al die elementen zorgt ervoor dat je best wel veel goede resultaten kan bereiken. Want dit is de volgende vraag. Wat kan je verwachten van het resultaat? Hoe wist je dat? Ja, okay. Het resultaat wat je kan verwachten is natuurlijk afhankelijk ook van hoe ernstig het is. In sommige gevallen zal ik ook echt zeggen, hier is wel wat aan te doen. En zal ik de verwachting per patiënt zal ik ook duidelijk bijstellen. Ja, ja. Dus, het is ook heel veel natuurlijk. Het is heel veel verschillende. En soms zal ik ook gewoon zeggen, dit is gewoon te veel. En met de verwachting van wat de patiënt is, zal ik ook soms adviseren om gewoon plastische chirurgie te doen. Ja, duidelijk. Ik wil nog even wat andere elementen, of plastische chirurgie, of bijvoorbeeld dat je kan ook radiofrequentie allemaal doen. Dus dat zijn heel veel behandelingen die je kan doen. Mogelijk omdat zijn voor die hals. Okay. Het resultaat wat je ongeveer kan verwachten is met botox, is ongeveer 3 maanden. Drie maanden dat je daar resultaat kan verwachten. Met een filler is dat ongeveer 1 jaar. Soft silhouette is dat ongeveer 1,5 tot 2 jaar. En je kan het trouwens, en dat ben ik even net vergeten, de plexer zou je ook nog kunnen toepassen ervoor. Dat is ongeveer 2 tot 3 jaar. Nou, daar kan ik wel nu een gemiddelde aan uitgeven, maar het is gewoon heel veel. Geen periode aan vast te hangen eigenlijk. Niet echt. Nee. Duidelijk. Met de hals kan dus heel veel mis zijn. Je kan horizontale lijnen krijgen, het kan gaan hangen. Het kan allemaal wat rimpeliger worden. En je hebt dus ook heel veel verschillende behandelingen. Ik hoorde 2 keer de filler. Voor de lijnen. En hier kan je fillers voor gebruiken. Botox is eventueel ook een mogelijkheid om de spieren te gaan ontspannen. Of je kan met draden werken, dat het allemaal iets strakker opgespannen wordt. En de tijdspanne, dat is moeilijk te vertellen bij deze. Dat hangt er echt vanaf hoe ernstig de klachten zijn.